verder punt wat ik wil maken is over de houding van de gitaar. We beginnen gewoon even echt vanaf het begin. Ik neem aan dat er veel mensen die nu kijken beginners zijn en die misschien voor het eerst een gitaar oppakken of misschien wel vaker een gitaar op hebben gepakt, maar zich misschien wel slechte gewoontes hebben aangeleerd. En daar is het is goed om daar gewoon zo snel mogelijk van af te zijn. Want als je een slechte gewoonte hebt aangeleerd en je doet dat 3 jaar, is het heel moeilijk om dat nog anders te gaan doen. Dus bij deze wil ik even kijken naar de houding waarmee je met de gitaar zit. En als je kijkt naar de vorm van mijn gitaar, zie je dat ik hier een inham heb. En die inham die heb ik op mijn rechterbeen. Ik heb ook een zwarte broek aan, dus misschien zie je mijn been niet heel goed. Maar geloof me, hij staat op mijn rechterbeen. Je kent dit misschien ook wel als houding voor een gitaar. Dat is een iets meer klassieke opvatting die handig is als je veel met je vingers speelt. Maar voor de meeste westerse muziek gaan we even uit van de gitaar met de inham op je rechterbeen. En dan kan je je rechterhand een beetje laten rusten op dit bolle deel van de gitaar. Zodat je je hand hier over hebt om de snaren te raken. En wat je dan wil doen is niet te veel vanuit je elleboog spelen en je pols gewoon lekker los en open te houden. Dus niet je pols helemaal vastzetten en alleen maar zo bewegen, maar gewoon lekker vanuit je pols bewegingen maken. En dus ook even oefenen met vanuit je pols bewegingen maken. Dus als je een plectrum hebt of als je geen plectrum hebt, probeer maar even zo te gaan zitten. En vanuit je pols die beweging te maken. Zoveel mogelijk vanuit je pols. En dus niet zo vanuit je elleboog. Probeer dat maar eens. Als je geen plectrum hebt, kan ik zo even met je vingers doen. Maar zorg even dat je pols gewoon lekker open en vrij kan bewegen. Goed, en dan is het voor de linkerarm belangrijk, als je rechtshandig bent. Trouwens, ik leg het nu even uit vanuit het perspectief van een rechtshandig iemand. Als je linkshandig bent, draai je dit natuurlijk even om. Je linkerhand en je linkerarm. Ik zie vaak bij beginners dat ze heel erg de neiging hebben om hun arm met hun elleboog heel erg in hun buik te prikken. Zo. En het is altijd veel fijner. En misschien in het begin is het ook lastig omdat je nog niet heel veel spierkracht in je vingers hebt. Maar het is nooit de bedoeling om te veel spanning te hebben op je spieren. Zeker in je linkerarm en hand niet. Dus probeer hem gewoon lekker los hiernaast te hebben. Niet te veel zo in je lichaam, maar gewoon een beetje los ernaast. En probeer dan je vingers mooi recht met de frets mee naar beneden zo neer te leggen. En als je dit voor elkaar krijgt, dan heb je al een aardig goede houding.